Dat is een tijdje geleden, maar hallo, ik ben er weer. Ik ben inmiddels verhuisd, zoals je kan zien, want ja, de achtergrond is anders. Maar ik moet zeggen, ik ben al lang niet klaar hoor, er moet nog heel veel gebeuren. Dit is nu zo'n beetje de rest van mijn woonkamer. Ik wil natuurlijk ook weer langzamerhand gaan beginnen met het maken van video's op YouTube. En jullie hebben nog een trailerreactie van The Sims 4 Studentenleven te goed. Want ja, die trailerreactie kwam echt een paar dagen uit voordat ik ging verhuizen. Mijn microfoon en mijn webcam en zo lagen al in dit huis. Mijn laptop nog in mijn oude huis. En ik had in dit huis geen internet. Toen was ik eenmaal verhuisd en had ik vervolgens een week lang geen internet. Maar nu heb ik eindelijk internet. Nu heb ik mijn spulletjes uitgepakt wat met YouTube te maken heeft. En ga ik nu samen met jullie kijken naar de trailer van The Sims 4 Studentenleven. Jullie hebben hem waarschijnlijk al lang gezien en ook waarschijnlijk al heel veel trailerreacties gezien van andere YouTubers. Ik heb dus nog de trailer helemaal niet gezien en ook die trailerreacties van anderen niet. Want ik dacht, ja, dat kan natuurlijk niet. Ik wil geen spoilers. Voor mij wordt het echt de allereerste keer dat ik nu deze trailer ga kijken. Oeh. Oh. Universiteit van Britech. Steun. Debatteren? Oh. Foxbury Instituut. Oh. WC-hokjes! In de douche. Oh ja, in de douche. Oké, de Sims 4 Studentenleven komt uit op een vrijdag voor 40 euro, zoals elk uitbreidingspakket. Om middernacht al, dus op 15 november, om middernacht, donderdag of vrijdagnacht, kan je al meteen het spel downloaden en spelen. Je kan hem zelfs ook pre-orderen, zodat je eigenlijk zodra het middernacht is meteen kan spelen. Ik moet zeggen, de trailer ziet er echt leuk uit. Maar het valt me wel op dat het heel erg goed past bij de naam van, ja, de Engelstalige naam van het pakket. En dat is Discover University, oftewel Ontdek Universiteit. En als je zo'n beetje die trailer ziet, dan zie je ook echt allerlei soorten dingetjes die je op de campus kan doen, zeg maar. Ik zag feestjes met zo'n pingpongtafel en dat soort dingen. Je zag studenten, ja, een soort van clubjes of zo. Ik weet niet, je zag zo'n ruimte waarbij ze met robots bezig waren. Je zag een soort van bibliotheekachtige ruimte waarbij ze konden studeren. Je zag zo'n debatachtig ding. En ik hoop dat dat een leslokaal is en niet dat dat zo'n debatclub is. Want ik ben wel eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat nou precies zit met het lesgeven zelf. Want bij de trailer zie je voornamelijk heel veel dingen die je naast de klasse kan volgen, volgens mij. Of dat debatteren moet inderdaad van een les zijn, dat lijkt me wel heel interessant dan om te zien. Vooral omdat we met Word Beroemd kunnen we al feesten. Met Beleef het Samen kunnen we al feesten. En tuurlijk, studenten zijn ook heel erg, staan ook heel erg bekend om zuipen en feesten. En dat is dus bij dit pakket ook, want dat zagen we ook in de trailer. Maar ik ben ook benieuwd naar het student zijn zelf. Dus echt het studeren, echt het volgen van lessen en zo. Dus ik hoop dat dat er nog in gaat zitten, dat we dat nog te zien gaan krijgen. Want er komt ook dus nog een gameplay trailer aan, daar zijn ze mee bezig. Hebben ze al bevestigd op Twitter. Wanneer die komt hebben ze niet gezegd. Ze zeiden alleen soon. Dus dat is even afwachten. En ik hoop dat ze dan echt gaan laten zien hoe het studeren zelf werkt. Want ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd, ja, wat voor opleidingen je kan volgen. En als je een diploma haalt, wat je daar dan mee kan. Want ik wil wel dat als je gaat studeren, als je je sim dus naar zo'n universiteit stuurt. En je hebt er zelfs twee. Je kan kiezen tussen de Universiteit van Britechester of zo. Ik weet niet hoe dat moet uitspreken. En de Foxbury Instituut. Dus dat is ook wel leuk dat je niet gewoon eentje hebt. Volgens mij, maar hoe zat het in de Sims 3? Toen had je er gewoon één, hè? Ja. En in de Sims 2 kon je kiezen uit drie verschillende. En nu in de Sims 4 heb je er dus twee. En volgens mij zit dat dan gewoon op één wereld, stad, hoe je dat ook moet noemen. Één campus. Maar dat is wel leuk, dat je dus bijvoorbeeld de ene sim naar de ene kan sturen, de andere sim naar de ander. Dus dat is ook wel geinig. En ja, ik ben wel echt benieuwd hoe dat dan in elkaar zit. Dat als je de moeite neemt voor jouw sim om naar school te sturen en een opleiding te volgen, gaan ze daar dan ook echt profijt van hebben dat ze diploma hebben. Dat ze
niet gewoon, als ze dan weer terugkomen en gaan solliciteren, dat ze dan op niveau 1 van een baan terechtkomen. Maar misschien bij niveau 3 of 4 beginnen. Misschien met een hoger salaris beginnen. Dat soort dingetjes. Dus daar ben ik wel, ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Dat lijkt mij echt degene waar ik het meest nieuwsgierig naar ben in dit pakket. Hoe zit het echt volgen van lessen in elkaar? En hoe zit het systeem in elkaar met de opleidingen, je diploma en carrières? Want dat vond ik het altijd het leukste bij de vorige edities met de Sims 2 en 3. Ja, want feesten kan je eigenlijk met elk pakket wel. En dat kan je met het basisspel ook wel. En dat past bij studenten. Maar daar ben ik dus het meest nieuwsgierig naar. Dus dat is nog even afwachten of we daar informatie over gaan krijgen. Maar wat ik tot nu toe zag, dat we 2 universiteiten krijgen, niet 1. Of naar een universiteit en een instituut. Dat vind ik interessant. De wereld zag er heel mooi uit. Betekent dus ook nieuwe wereld. Lijkt me ook wel logisch, want ik denk dat het heel raar is om een openbare locatie in je bestaande werelden te moeten plaatsen. Van oké, dit is nu een school. Dus dat het een nieuwe wereld zijn is ook wel een beetje verwacht. Maar hij ziet er in ieder geval heel mooi uit. Verder, ja, wat viel me ook op? Wc-hokjes zag ik. Dat is natuurlijk super handig. Ook voor al die openbare locaties. Hoef je niet meer met muurtjes allemaal neer te zetten en deuren en al dat hele moeilijke gedoe. Dan heb je gewoon wc-hokjes. Ik zag een gozer met wenkbrauwpiercing. Dus ik hoop ook heel erg dat er een neuspiercing in het spel zit. Want dan kan ik de Sims zelf niet kloppend maken. Want ja, ik heb hier een heel kleintje zitten. Dus hij valt nauwelijks op. Maar ja, dan kan ik mezelf ook matchend maken. Ik zag fietsen. Dus daar zijn wij Nederlanders natuurlijk blij mee. Want Nederland is toch een beetje een fietsland. Wat ik wel weer typisch Amerikaans vond, is dat er dan een helm op zit. Dat is echt iets in Amerika. Maar daar zijn ze natuurlijk ook niet zo van de fietspaden. Ja, Nederland is daar gewoon op ingericht. Dat er fietspaden zijn. Dat het veilig is voor fietsers. In Amerika is dat niet zo. Dus daar is het heel normaal om een helm op te dragen als je op de fiets moet. Dat vind ik dan wel weer. Ik hoop dat het optioneel is. Dat het een item is in kast die je kan aanklikken. En niet dat je sim dat automatisch op zijn of haar hoofd krijgt als ze gaan fietsen. Maar ja, dat gaan we wel meemaken. Maar laten we nog even een keer kijken naar de trailer. Naar stukjes. Kijken wat me opvalt. Nou oké, ten eerste hebben we hier al meteen de campus en we zien hele bijzondere schilderijen aan de linkerkant. Die middelste en die rechter die zijn een stukje beter in de opleiding dan die linker. Maar dat betekent al dat we in ieder geval een kunstachtige opleiding er sowieso in zit. Iets wat met creativiteit en met kunst te maken heeft. Nou, voetbal zit erin en iemand krijgt er meteen een tegen zijn mik aan. Fietsen! Echt typisch Nederlands. En ik hoop ook echt dat het iets is wat dan in alle werelden kan. Niet dat het alleen daar is. Maar dat je dan ook echt, vooral voor ons Nederlandse spelers. Ik weet niet zo goed hoe het zit met de fietscultuur in België. Maar vooral voor de Nederlandse spelers. Like, iedereen heeft wel een fiets in de schuur staan. Ik op dit moment niet. Want die staat met een lekker band bij mijn moeder. Die moet dan naar de fietsen maken en dan hierheen verhuisd worden. Maar iedereen heeft in Nederland op zijn minst wel 1 fiets. Er zijn volgens mij meer fietsen in Nederland dan mensen. Dus ja, dat vind ik wel tof. Als je dan je huizen wat meer burgerlijker kan maken. Dus ook een fiets in de schuur, fiets in de achtertuin of in de voortuin. Dat soort dingetjes. En dat je dat niet meer hoeft te doen met custom content. Dus ik hoop ook echt dat dat iets is wat in alle werelden terug te vinden is. Dat je dat gewoon kan kopen in de koopmodus. Ja, die helm. Ik hoop echt dat het optioneel is. Want ik vind dat zo Amerikaans. Kijk dan hoe mooi. Kijk dan hoe mooi. Ik vind dit echt meer een Europees-achtige look hebben. Niet zozeer Amerikaans. Ja, het zou op zich wel kunnen hoor. Maar het geeft me meer een Europese vibe. Deze wereld. Ook wel een keer tof. Nou, hier hebben we 2 mascottes. We hebben aan de linkerkant een draak. En aan de rechterkant een kreeft. Krab. Waarom? Waarom geen lama? Waarom geen lama en een flamingo? Dat past zoveel beter. En 1 van die 2... je hebt dan die school of de universiteit en je hebt het instituut. En die instituut heet Foxbury, oftewel Fox van Vos. En dan is 1 van die 2, dan denken ze, oh laten we een draak doen of laten we een kreeft of een krab doen. Niet een vos. Ik vind ook een beetje, ja, gemiste kans dat er geen lama in zit of flamingo. Universiteit van Brittech Chester. Ik kan niet wachten op de gameplay trailer, zodat ik hoor hoe je dat moet uitspreken. Maar dit is dus de klassiekere school. Nou, dit lijkt mij op een klaslokaal. Ik hoop ook zo dat dit een klaslokaal is en niet een debatclub of zo. Ik hoop dat echt. Want het lijkt me zo leuk om lessen te gaan volgen met je sim. En niet altijd. Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik willen dat het lessensysteem zou werken zoals de thuiswerkcarrières van Stedelijk Leven, weet je wel. Ik bedoel de carrières van aan het werk. Dat je dus zo'n melding krijgt als je les begint van wil je dat je sim er alleen heen stuurt? Of wil je meegaan? En dat je dus niet altijd mee moet, maar ook niet dat je nooit mee kan. Maar een beetje ertussenin, weet je, dat je kan kiezen. Daar hou ik van als de dingen optioneel zijn. Want ik snap wel dat als je
bijvoorbeeld lekker met een grote familie speelt en je wil al die Sims-kinderen wil je uiteindelijk naar de universiteit hebben, dat je niet constant zin hebt om mee te gaan naar al die lessen. Dus dat zou ik tof vinden, dat je wel mee kan, maar niet verplicht mee hoeft. Dus EA, please. Dit doet me echt denken aan The Princess Diaries, deel 1, waarbij, hoe heet ze nou? Dan de hoofdpersonage die dus uiteindelijk kroonprinses blijkt te zijn, die moet ook debatteren. Die rent ook spuugend het lokaal uit. Foxbury Institute. Kijk, dat kan ik gewoon uitspreken. En dit is dus de wat hippere, lijkt mij. Het gebouw ziet er wat moderner uit dan die andere. Oh, en hier zijn ze dus echt bezig met technologie. Kijk, robot. Oh, dit ziet er wel echt heel hip uit. Oh, dit ziet er veel beter uit dan wat we gewend zijn van vorige edities met robots. Oh, kijk dat hoofdgeval dan. Kijk, wenkbrauwpiercing. Hij heeft een wenkbrauwpiercing. Ik hoop zo dat er dan ook neuspiercings in zitten. En ook hierboven, want ik heb er hierboven normaal gesproken ook eentje. Dat kwam een tijdje uit. Maar ja, daar kan mijn Sim Sophie nog beter op mij lijken. WC-hokjes, daar ben ik echt blij mee. En het is heel gek om blij te zijn met WC-hokjes. In sommige gevallen, als je bijvoorbeeld uit eten gaat, dan kom je echt in een WC waarbij ze dus afgesloten muren hebben met deuren. En dat je dus echt in zo'n nette WC gaat, dat je je deur op slot kan doen. Je zit echt in een mini-kamertje, zeg maar. Maar bijvoorbeeld als je naar de bioscoop gaat, dan heb je dit soort dingen. Als je uitgaat, dan heb je dit soort dingen. Dan heb je niet altijd, ja soms wel hoor, maar dan heb je niet altijd van die muren met een afgesloten deur. Dus je kan ook openbare locaties buiten universiteitsgebeuren, kan je ook veel kloppender maken met dit soort hokjes. Check die bril die zij op heeft. Dat is toch zo'n, ik heb dat ooit een keer opgehad. Zo'n Google Smart bril of zo. Dat was heel gek, want zij heeft het dan over haar hele scherm heen. In mijn geval, dat was een keer op een open dag of zo, dat kon je zo'n ding opzetten. Was er in het bovenhoekje, zat er dan een soort van cameraatje en dan keek je voor een ander persoon, keek je zo een beetje naar linksboven, alsof je in het gekke, in het niks aan het staren was. Maar dan zag je dus zo'n scherpje en die kon je dan van alles zien. Maar dit is ook wel grappig. Ik ben benieuwd wat je daar in de Sims dan mee kan met die bril. Nou, we hebben zien hier een pingpongtafel, ook nieuw. Nou, dat is ook wel tof, want dat kan je ook leuk voor in je gewone huis. Als je bijvoorbeeld zo'n feestkamer wil maken. Yay! Woehoe! Neuspiercing gespot. Ik kan mijn Sims Delphi nog beter op mij doen laten lijken. Ze heeft een neuspiercing in en ook nog eens aan de goede kant. Nou, studeren. Suipen. Presentatiebord, dat is ook wel cool. En oh ja, in de douche. Nieuwe oh ja plek. Oh kijk, ze is nu een stuk beter in debatteren. Wat was dat? Oh, is dat een of andere vriendinnenjel of zo? Woehoe. En we gaan hier de boel ondergooien met wc-papier. En dan zijn ze geslaagd. Nou, de Sims 4 studentenleven komt dus uit op 15 november om middernacht voor de computer. En op 17 december, zoals we in deze trailer kunnen zien, voor Xbox One en de PlayStation 4. Nou, ik krijg natuurlijk weer early access van de EA Game Changers. Wanneer dat precies is, wanneer ik video's kan laten zien, dat is meestal 1, 2 dagen voordat het pakket uitkomt. SimGuru Frost zal dat eerst aankondigen op Twitter en daarna zal ik wel het delen op Instagram wat mijn schema gaat worden. Maar ja, ik ben heel benieuwd naar meer informatie. Ik ben echt heel benieuwd naar meer informatie, want dit ziet er al heel leuk uit. De trailer ziet er heel vrolijk uit, het muziekje is ook heel vrolijk. Je zit echt zo ervan te genieten. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd nu naar het studeergedeelte van het pakket. Want het is natuurlijk een uitbreidingspakket. En als ik nu eerlijk moet zijn, dit is één van mijn favoriete pakketten. Dus ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat ze dit gewoon echt heel goed hebben aangepakt. Dat ze daar flink de tijd voor hebben genomen. Maar als ik kijk naar de Sims 4 Eilandleven, als ik kijk naar de Sims 4 Magisch Rijk, maak ik me wel een beetje zorgen. Want als die twee pakketten vond ik toch wel een beetje mager qua gameplay. Dat ik soms dacht, ja, wat kan ik eigenlijk nu nog doen? Ik hoop zo dat dit pakket gewoon de reputatie waarmaakt. Maar dat gaan we dus binnenkort zien. Ik ben ook benieuwd wat jullie vinden van dit pakket. Zijn jullie enthousiast? Ga ik meteen kopen of wacht je even? Ja, laat het weten in de reacties. Bedankt voor het kijken dat ik weer terug ben op YouTube met deze video. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Maar ja, ik moet dus nog wat dingetjes doen hier bij een nieuwe video. Doeg!